haat 2017, man. Ik haat 2017. De YouTube ad review is gewoon niet meer goed. Ik wil terug naar 2015. Waar ik gewoon bij mensen ging inbreken om geld te verdienen. Oké. Ik ga terug naar 2015. Peace. 2 hours later. Zo. Waar wij naartoe gaan, gaat ergens naartoe waar ik heel makkelijk aan geld kan komen. Oké, dames en heren, ik ben nu terug in 2015. Het lijkt alsof ik nog steeds in 2017 ben, maar nee. Dat is gewoon jullie fantasie op dit moment. Dit is de realiteit. Dit is de realiteit. Ik ben nu in 2015 en ik heb vandaag een geheime missie. Een geheime missie als agent 8008. Zoals jullie weten, wat ik al meerdere malen heb verteld. De interview is laag. I know. Ik moet eventjes... Ja, ik moet vandaag eventjes een crimineel uithangen. Het is vandaag ook wel tijd voor Sneak Thief. Er is namelijk een nieuwe map uitgekomen. Een nieuwe map genaamd The Lab. Ook wel een laboratorium. Daar hebben ze meestal heel veel dingen wat superveel geld waard is. En dat geld heb ik toevallig net nodig. Zo te zien is dit een moeilijk leveltje. Hij staat op hard, maar dat kan ik aan. Ik ben agent 808. Het is vandaag tijd, jongens. Het is vandaag tijd om in te breken. Yes! Daar zijn we dan. We zijn zo te zien beland in Oostenrijk. Want er is overal sneeuw. En ik denk dan meteen aan Oostenrijk, Zwitserland. Ik ben misschien nu heel stereotypisch. We zijn gewoon in Oostenrijk, oké? Ik moet eventjes kijken hoeveel geld ik eigenlijk moet stelen. $1 miljoen! $1 miljoen! Zijn ze helemaal gek geworden? Ik ben agent 808. Ik kan dit zeker weten aan. En dat gaan we ook meteen eventjes doen. Maar waar zijn we beland? Waar de hel zijn wij nou weer beland? Waarschuwing, dit wordt 24/7 beschermd. Er is een kans dat je wordt neergeschoten. Zo te zien zie ik hier een aantal bewakers. Ik zie daar eentje. Ik zie daar eentje naast een deur. Is hier ergens nog een bewaker? Ja, daar rechts. Zoals ik weet kunnen we niet via de hoofdingang, want daar staat namelijk een bewaker. Dus wij moeten een andere oplossing vinden. Wat dachten jullie van? Ik moet eventjes nadenken. Waar kunnen wij nu makkelijk naar binnen glippen? Via de achteringang, natuurlijk. Dus dat gaan we eventjes mooi doen. Oké, we moeten wel gewoon goed uitkijken, jongens. We moeten goed uitkijken. Oh, wacht even, we kunnen gewoon achter de muur lopen. Dan is de kans dat we worden betrapt super klein. Hey, ik zei toch dat ik een professionele geheime agent was? Dus wij lopen hier eventjes lang. En ik heb het gevoel dat dit pittig lastig gaat worden. We klimmen eventjes over de muur heen. En dan is het nu tijd om te shinen, dames en heren. En daar is hij, hoor. Daar is een ingang, hoor. We can do this, guys. Open eventjes de deur. Zeg niet dat hier iemand is. Zo te zien is hier helemaal niemand. Hallo? Is hier iemand? Oh, zo te zien is hij ook echt... Oh, daar is een bewaker. Oh, we gaan weer terug. Op een of andere manier heeft hij mij niet gezien. Dat vind ik een beetje frappant. We blijven hier gewoon wachten, hoor. We blijven hier gewoon wachten. Ja, die bewaker loopt daar nu naartoe. En ik heb het gevoel dat we dan nu verder kunnen lopen. Er is nog een bewaker. Oh shit, die zag ik niet aankomen. Dit gaat dus nog wel pittig lastig worden. Maar er moet toch wel een manier zijn om langs die twee bewakers te kunnen. Maar hoe gaan we dat doen? Oké, zo te zien loopt één bewaker nu terug. Dus dan kunnen wij waarschijnlijk nu doorlopen. Ja, zo te zien kunnen we nu doorlopen. En ik ben benieuwd wat we hier nu vinden. Wat de heck? Waarom zie ik hier een meneer? Wat is hier gebeurd? Wat is er met je gezicht gebeurd? Laten we eventjes kijken wat we hier kunnen stelen. Ik zie hier chemische rotzooi. Dat is blijkbaar $5000 waard. Netjes. Dat is oprecht netjes. We pakken ook alle documenten hier. Hier liggen ook documenten. Ik heb het gevoel dat we hier eventjes stil moeten staan. Want die bewaker zal waarschijnlijk straks weer terugkomen. Oeh, dit gaat spannend worden, jongens. We hebben al $24.000 van de 1 miljoen. Dat is nog niks, man. Ik moet nog zoveel stelen. Is hij hier nu binnen? Ja, daar is hij, daar is hij. Hij loopt nu verder. Kunnen we eventueel nu achter hem aanlopen? We gaan gewoon als een stille muis achter hem aanlopen. Ze zullen er niet achter komen dat ik hier ben, want ik ben... Agent 8008. Oh shit, hij heeft me ook echt niet door, ouwe. Daar loopt zo te zien ook een bewaker. Dus we gaan eventjes... Waar kunnen we dan het beste hierheen? Hier naartoe? Oké. We gaan hier dan namelijk ook eventjes wat stelen. Ik zie hier chemische afval wat we even nodig hebben. En ik ben betrapt! Ik ben betrapt! Oh shit, ze hebben me door. Oh, ik ben dus niet zo... Ik ben dood! Natuurlijk schieten ze nog even een paar keer door. Zo van... Oh, hij is al neer. Laten we verder schieten van... Boom! Boom! Waar ik net langs ging was dus blijkbaar niet goed. Maar we weten nu ongeveer hoe we moeten sneaken. Dat de bewakers er niet achter komen dat ik er ben. En we vluchten eventjes super snel hier naartoe. Kunnen we ook iets van een wapen vinden? Waar we die... Hebben ze me gezien? Wie heeft me gezien? Oh, daar! Waarom ziet iedereen mij continu? Oké, ze schieten ondertussen allebei. Ik heb een idee. Ik ga gewoon op de muur springen. Bruh.
Blijkbaar is die bewaker me nu alweer kwijt. Oh! Ik zei toch dat ik een professionele agent was? Maar het probleem is nu, ze lopen nu hier. Ze moeten hier niet lopen. Ze moeten ergens anders lopen. We trappen de deur weer open. En dan moeten we nu weer wachten dat die ene bewaker er langs loopt. Kom maar op, bewaker. Daar loop je dan, hoor. Ik zal 1 miljoen dollar aan spullen stelen. Let op mijn woorden. Let op mijn woorden! Die dude loopt daar zo te nu weg. Nu kunnen wij rechtdoor lopen. En daar weer spulletjes stelen. Dus we rennen snel. Hier zien we die hele vage dude weer dood liggen. Wat is er met je gebeurd, jongen? Wat is er met je gebeurd? Je was zo'n goede jongen. En nu hebben ze dit gedaan. Feels bad, man. We stelen eventjes al die chemische rommel en alle documenten. Oké, maar nu moeten we eventjes kijken. Komt de bewaker er alweer aan? We moeten nu weer wachten tot die bewaker komt. Oh shit, heeft hij me gezien? Heeft de bewaker mij gezien? Ah! Oh, fuck. De bewaker had me zo te zien gezien. Okay, maar wat als we nu achter hem aansneaken in plaats van daar naartoe gaan? Dat we nu heel rustig als een muis achter hem lopen. Hij zal er niet achter komen. En dat we dan nu deze kant op rennen. En ik ben benieuwd waar we nu terecht zullen komen. Ik zie daar een deur open. Daar moet wel wat zijn, toch? Oké, de bewaker loopt daarheen. Wij rennen snel naar deze deur. We doen dit dicht. We pakken hier eventjes alle documenten en alle chemische rotzooi. Wat we dat doen, wil ik eerst even kijken wat ze hier hebben. Oké, de bewaker is zo te zien weg. Oh nee. Is dit waar? Halleluja, er zijn wapens! Halleluja! We moeten snel die wapens pakken, ouwe. Oké, we pakken alle computers ook eventjes. We hebben nu bijna $20.000. Dat is super netjes. Hoeveel zijn pillen eigenlijk zwaar? 300 per stuk. Dan hebben we bijna 20.000 punten. Lekker in de pocket. Oké, maar wat als we hier blijven staan? Wat als we hier blijven staan en de deur gaat open en we schieten die duw dan neer? Dan is sowieso al één bewaker dood. Ik hoor de deur open gaan, dus er is... Surprise, motherfucker. Oké, eentje is down. Oké, we rennen nu naar deze kant op. Daar is de andere bewaker. Oké. Ah! Ik schoot recht in zijn gezicht. You died. No shit. We weten nu waar wapens liggen. Rustig, hij zal ons niet horen. En we gaan meteen naar links rennen. Dat die dude mij niet eens hoort of ziet. Die gast is gewoon hartstikke dom. Maar wat hebben we hier eigenlijk? Hier is namelijk ook een deur. Een lege kamer. Geweldig! En we kunnen zo te zien ook naar boven. Maar ik wil daar nog niet naartoe. Ik wil namelijk mezelf wel eerst eventjes beschermen. Dus we doen deze deur dicht. En pakken een shotgun! En dan gaan we nu eventjes kijken wat hierboven te doen is. Want als die... Ik zie daar twee bewakers. Wat als we die twee bewakers eventjes doodknallen of zo? Misschien vinden we daar wel wat. Zullen we dat eventjes doen? Oh shit, zo te zien is hier iemand boven. Is die gast nou gebukt? Zo te zien is hij gebukt. Niet dat ik het erg vind. Zie hem daar dan staan, die idioot. Wie is de beste agent? Dat ben ik. Maar wat we dan eventjes gaan doen. Wij gaan eventjes een surprise attack doen. Oké, eentje is dood. Oké, nu... De volgende is ook dood. Hier was net ook een bewaker. Oh, die mag me niet doden. Oh, die is ook dood. Oh my god. Maar wat hadden ze hier achter? Dat is op dit moment mijn vraag. Maar hey, I did it. Ik heb die drie bewakers doodgemaakt. Maar, dames en heren, voordat we te vroeg juichen. Er kunnen nog een aantal andere bewakers zijn die mij dood willen hebben. Laten we dan eerst eventjes hier kijken. Wat hebben we hier allemaal? Oh, we hebben hier weer allemaal chemische dingen. Die pakken we gewoon eventjes allemaal. Die zijn namelijk 5.000 per stuk. We hebben nu bijna $30.000. Dus we doen het nog best wel goed. Maar wat hebben we hier nog meer? We zien hier ook allemaal computers. Die nemen we natuurlijk ook weer mee. What the heck? Dit zijn allemaal government documenten. Oh shit, die zijn zoveel waard. Maar zouden hier ook bankdocumenten in zitten? Halleluja! Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Deze pakken we natuurlijk gewoon ook even allemaal. Zo, huppakee. En we hebben zo te zien nu al $100.000. Dat is 10% van wat we eigenlijk nodig hebben. Holy shit, er zijn hier zoveel bankdocumenten. Nog meer bankdocumenten. Zoveel geld, jongen. YouTube is hier niks bij, jongens. We hebben zo te zien al bijna $300.000. Dit gaat zo easy, jongens. Dit gaat zo makkelijk. Maar het probleem is, ik heb nog maar 45% aan levens. Dus er is een kans als een bewaker mij tegenkomt dat ik gewoon vies hard doodga. Maar ik heb het gevoel, want hier waren net twee bewakers. Er moet hier wat achter zitten. Er moet hier gewoon wat achter zitten. Ja, maar mijn vraag is, wat verstoppen ze hier? Dus we moeten een manier vinden om dit te openen. Kunnen we het open schieten? Zo te zien niet, jongens. Oké, dus we lopen naar boven. Bruh. Dat knipkruis. Ja, we zijn nu boven. Maar wat hebben we hier? We hebben hier weer overal pillen en chemische rotzooi. Maar dat nemen we natuurlijk gewoon mee. Want we hebben dit. Want we willen natuurlijk superveel geld hebben. Wat de heck is dit nou weer dan? Hier een grote rode knop. Wat als we daarop klikken? Er gebeurt zo te zien helemaal niks. Ik zie hier een pijltje omhoog. Wacht eens even. Als ik op een pijltje omhoog klik, dan worden deze zwarte balken groen. Dus ik heb het gevoel dat we dit inderdaad moeten doen. En dat gaan we natuurlijk mooi doen. Oké, ze zijn nu allemaal vol. En ik zie hier nu rode streepjes. En ik heb het gevoel als we nu op de rode knop drukken, dat er wat gebeurt. Wat de heck gebeurde hier? Wat gebeurde hier nou weer? Betekent, zal nu dat ding hier open zijn? Ja! Oh, wat zit hierin? Wat is dit? Miracle Drug? Oh shit, hoeveel is dit waard? Zeg dat dit 1 miljoen waard is. 2 miljoen! Dus dat betekent dat we nu alles al hebben. We moeten dit super snel doen. We moeten nu echt uitkijken voor die andere bewakers. Als we nu doodgaan, word ik echt super verdrietig, jongens. De bewaker is gewoon verdwenen. We moeten dit super snel doen!
Nee! Oeh! You died! No shit! No shit! Ik had het gewoon gehaald! Ik had het gewoon gehaald! Ik haat mijn leven op dit moment zo erg! Zo erg! We weten nu wat we moeten doen, dus we gaan dit heel snel doen. We gaan dit rushen. Dit wordt de allersnelste speedrun ooit. Oké, we gaan hier snel naartoe. Daar is een bewaker. We gaan dit openen. We doen dit dicht. En nu wil ik ook zien of die bewaker verdwijnt. Volgens mij verdwijnt die bewaker gewoon in één keer. Hij gaat in één keer van... Poef! We pakken een shotgun en we gaan super snel naar boven. Maar hopelijk verprutsen we dit niet weer. Maar wat als we dit gewoon super snel doen, zonder mensen te vermoorden? Dus we rennen gewoon meteen naar boven en we gaan dat ding laten opblazen. En dan gaan we super snel die miracle drug pakken. Oké, we doen dit allemaal eventjes. Oh, dit gaat me lukken, jongens. Dit gaat me lukken. Ik ben nog nooit zo trots op mezelf geweest. Maar ik denk als we dit laten ontploffen dat ze naar boven komen. Dus we moeten dus we gaan dit super snel doen. Oké, ze rennen zo te zien nu naar me toe. En go! Oké, we pakken het super snel. We pakken dit op en wegrennen. Voordat we worden beschoten. Ja, we... Oeh, dit gaat ons lukken. We gaan super snel naar beneden. Doen deze deur eventjes dicht. Daar loopt zo te zien een bewaker. En als die straks langs loopt, kunnen we hier wegkomen. We blijven hier eventjes staan. Oké, die is nu weggelopen. We rennen nu deze kant op. Wij gaan het halen, jongens. We gaan het halen. Go! Oh, daar is iemand nu! Oh, oké, snel. Oh, dit gaan we halen. We gaan het spel burgen. Ik weet dat het cheat is, maar we springen over de muur heen. Oh, gaat dit ons gewoon lukken? Hebben we straks gewoon 2 miljoen dollar in de pocket? Holy shit, jongens. Holy shit. We klimmen over de berg en ik zie daar mijn auto. Het gaat ons gewoon lukken. Het gaat ons gewoon lukken. There we go. Let's go. Ik heb nu 2 miljoen in de pocket. Ik heb nu 2 miljoen in de pocket. Ik ga weer terug naar 2017. En ik ben benieuwd of er nog wat is veranderd in de toekomst. Dus blijf zeker weten hangen. Niet wegklikken. Ik ga naar de toekomst. There we go! Ook wel terug naar 2017. There we go! Zo te zien is dit anders verlopen dan verwacht. Blijkbaar was ik de meest gezochte man ter wereld. All around you like familiar faces. Bored out places.